Wat zou ik doen als ik als ik jong was, wist wat hoogbegaafdheid was? Nog eentje wat ik eigenlijk vandaag heel veel gebruik. En wat toen eigenlijk ook in mijn voordeel had kunnen uitdraaien, maar wat ik toen nog niet gebruikte, niet durfde gebruiken, dat ik me wel raar voelde, is intrinsieke motivatie. Dus wat is hoogbegaafdheid? Misschien om het woord wat meer te kaderen. Je hebt langs de ene kant die hoge intelligentie, maar veel van ons voelen zich nu niet per se intelligent. En dat komt eigenlijk door de twee andere elementen. Dus je hebt die hoge intelligentie, maar je hebt ook die creativiteit. Hetgeen wat ik er de vorige keer over had, dat kunnen nadenken, dat divergent denken, dus van het een op het ander kunnen springen en linken kunnen leggen, die veel van uw collega-studenten eigenlijk nog niet zien. Maar er is nog een derde element in die hoogbegaafdheid. En dat is die intrinsieke motivatie. Dus hoogbehaafden als die iets kunnen doen. Dus als je iets kan doen wat je echt graag doet, wat je met passie en smijt, dan vergeten te eten, vergeten te drinken. Dan gaat het echt in de diepte, de breedte, de lengte, de hoogte, in alle richtingen. Om er toch maar zoveel mogelijk van te weten en er zoveel mogelijk mee bezig te zijn. Dat is eigenlijk het derde element van die hoogbehaafdheid. En het is net een dienen die het meest krachtig is natuurlijk om nieuwe dingen te gaan leren. Maar ja, hoe vinden dan die dingen die je energie geven? Dat is om dingen te proberen. En als ik jong was, ik had nogal ouders die nogal heel beschermend waren, dus voorzichtig. Dus we gingen al niet te veel risico's pakken en niet te veel dingen doen met anderen, want er kon altijd wel iets mislopen. Dat maakt dus dat ik weinig kans had om dingen te ontdekken. Terwijl dat je dat wel een stuk zelf in handen hebt. Van een keer een nieuwe hobby te proberen, een keer naar iets naartoe te gaan dat u zegt van ik zou dat wel een keer willen zien. Ik weet eigenlijk niet of dat iets voor mij is, dat is eigenlijk al een goede startvraag. Ik weet eigenlijk niet dat het iets voor mij is, dan is het zeker ja. Van veel dingen te proberen, zodanig dat je die passies kunt vinden, die dingen waar je energie van krijgt. En als je op een bepaald moment met iets bezig bent en je zegt opeens van oh my god, is het al zo laat? Dan heb je er eentje vast. Vasthouden, op doorbouwen. Want dat zijn de dingen die bij ons hoogbehaafden echt energiegevers zijn en zorgen dat er een smile op ons gezicht komt. Dus ik zou zeggen, veel proeven, veel experimenteren. Ik doe het nu, het is trouwens nooit te laat. Ik zeg altijd, wat dat gisteren gebeurd is. Als gisteren gebeurd, kunnen niks meer aan veranderen. Je focus moet echt zijn, wat kan ik vandaag doen? Alles wat je geleerd hebt gisteren, moet je wel vandaag gebruiken en morgen iets aan veranderen indien nodig. Dus ik zou zeggen, experimenteer. Voordat je het weet, zijn de volwassenen moeten werken en heb je minder tijd voor al die experimenten. Maar dan nog kun je een job kiezen waar je weer die kans hebt. Zoals dat ik nu workshops kan organiseren met volwassenen en opeens door een micro te doen alsof dat ze op de voor zitten om de mensen weer snel te krijgen. Wat heel raar is als je 49, 48, 49 jaar oud bent. Allee, bye. Ik zie door op nog dingen die ik graag had willen weten als ik jong was.